Dit is een intens wetsvoorstel, omdat het gaat over ongewenste zwangerschap. En als je ongewenst zwanger bent, is dat ongelooflijk heftig. En veel te vaak hebben vrouwen en staan vrouwen en meisjes er dan alleen voor. En waar je ook woont, in een stadswijk als Kanaleneiland of Moerwijk, of in een dorpje op het platteland, ik zou willen dat je iemand vindt bij wie je daarover kan spreken en in veiligheid ook tot een afweging kan komen. Want hoe je ook denkt over abortus, en ook als de opvattingen verschillen, volgens mij wil iedereen dat er goede hulp is voor deze vrouwen en meisjes in hun noodsituatie. En dat dit aantal ook zal verminderen, dat steeds minder vrouwen en meisjes dat meemaken. En voorzitter, de wet afbreking zwangerschappen draait niet alleen om de keuzevrijheid van de vrouw, maar ook om de bescherming van het ongeboren leven. Want elk leven heeft intrinsieke waarde. En het is op dit punt dat ik mijn zorgen heb, omdat deze wet, tezamen met die andere wet die onlangs is aangenomen over de beraadtermijn, wel een verschuiving aanbrengt in de balans. En dit wetsvoorstel vraagt ook wel veel van huisartsen, want zij krijgen een grote verantwoordelijkheid voor die vrouw in haar noodsituatie, maar ook voor dat ongeboren leven. En ik dank de indieners juist daarom en ook de minister voor de heldere uitspraak dat een huisarts altijd de volle vrijheid heeft en houdt om zelf te kiezen of hij hiervoor een accreditatie zou halen of dat niet te doen. En voorzitter, ik zou willen, en ik denk ook dat veel huisartsen dat absoluut willen, dat zij juist als het gaat om sociaal-economische en sociaal-culturele omstandigheden, dat zij op een goede manier kunnen bijdragen aan de vrijheid van zo'n vrouw. Want helaas is die vaak beperkt door moeilijkheden rond huisvesting, door steun van de familie of bijvoorbeeld studie. En op dat punt is er nog zoveel te verbeteren. En daarom, voorzitter, indien dit wetsvoorstel een meerderheid haalt, zou ik willen onderstrepen dat het zo belangrijk is dat de huisarts ook in dat sociaal domein en ook ten aanzien van vrijwilligersorganisaties goed kan doorverwijzen. Tijdens deze debatten kreeg ik het bericht van een moeder die als jonge student onverwacht zwanger was geraakt. En de paniek en de heftigheid van dat moment kon ze zich nog levendig indenken. En de twijfel ook wat ze verder zou doen nu. Tot ze iemand tegenkwam die zei, ik heb vertrouwen in jou. Jij kunt dit, jij gaat hier doorheen komen en wij helpen jou. En voorzitter, aan het eind van dit debat gun ik iedereen in die omstandigheden zo iemand die jou daarin steunt. En hoop ik dat als wij iemand tegenkomen in die omstandigheden, dat we er ook zo zullen zijn.